Zaterdag opent Topshelf de deuren. Het warenhuis dat zich heeft gevestigd in het oude pand van V&D. Bij het nieuwe warenhuis werken circa 60 mensen. Daar komen de komende maanden nog eens 30 werknemers bij, aldus een woordvoerder. Wethouder Bent van Hees is blij met de komst van Topshelf. Hij was al geruime tijd met de pandeigenaar in gesprek over nieuwe huurders. Zo staat het volgens Van Hees ook vast dat er naast Topshelf nog 4 andere zaken in het pand komen. Daaronder zitten zeker 2 modezaken. Hiervoor worden aan de Broerstraat nieuwe ingangen en indelingen gemaakt. De commissie Beeldkwaliteit gaat de komende tijd de benodigde aanpassingen beoordelen.